Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Vandaag hebben we een bijzondere aflevering, omdat je naar deel 1 van een tweeluik gaat luisteren. Doak van Dijk reisde voor ons naar Almere om Jo en Marie-Lise, de ouders van Emma, te ontmoeten. Ik loop nu in de straat van de ouders van Emma. Even kijken hoor, ik kan het weer niet vinden. Ja, oh daar! Je zag me al heen en weer lopen, verdwaasd. De vader van Emma die hing net zwaaiend uit het raam. Hi. Kijk, hallo. Oh, ik ben het ook. Hi, Jo. Hi. Hallo, hond. Ja. Hi. Emma had dit prachtig gevonden. Ja? Ja. Ja, zij hield wel van zulke dingen. Ja? Zij kon dat ook wel. Ja. En wat voor kind was ze? God. Emma, dat was een stoer meisje. Eigenzinnig, denk ik. Ja, eigenlijk. Een doerak. Ja, een boef. Ondeugend. Zeg maar net over de grens gaan. Ja. Maar ook heel sensitief. Dus dat is een moeilijke combi, hè? Mm-hmm. Ja. Dus aan de ene kant heel erg lol kunnen trappen. En ook een beetje bravoure, een beetje stoer. Maar eigenlijk ook super gevoelig. Dus dat is best een aparte combi. Je kon daarna niet zo makkelijk zien dat ze heel gevoelig was. Nee, en ze kon zich heel... Dat was ook het moeilijke. Als je Emma zag, denk je van nou, Emma kan de hele wereld aan. Dat beeld gaf ze voor mensen. Ja. Maar wij zagen thuis wel een heel klein mensje en een kwetsbaar mensje. Maar dat liet ze niet zo snel naar de buitenwereld zien. Nee, dus en had ze dat van kinds af aan al? Eigenlijk wel. Ja. Weet je, eigenlijk dat wij ook zeggen van... Emma had het als baby in verhouding... Je vergelijkt dan toch een beetje. Had zij het moeilijker dan de anderen? Had behoefte, oneindige behoefte dat ze bij ons... Dat ze tegen ons aanlag. Ja. Hè, ze heeft ook een jaar bij ons op de kamer gelegen. Ik heb dat is langer dan borst, al, ja. Ja. Ja, borstvoeding. Want jullie hebben nog twee andere dochters. Twee andere meisjes. Ja. Een ouder en een jonger. Maar... Ik heb haar 14 maanden borstvoeding gegeven. Op het laatst niet meer helemaal hoor. Maar gewoon, zij had zo die behoefte om zo lekker tegen je... Ja, dat was oneindig. En dat is ook niet erg hoor. Maar je merkte heel erg dat zij die behoefte had. Want zij zag ook... Weet je, zij zag ook alles bij anderen. En zij vergeleek zich continu. En dat Het is natuurlijk best lastig als je je continu vergelijkt met anderen. En dat deed ze ook met haar zusjes. Terwijl ik heb het idee dat wij altijd heel bewust... ze waren allemaal gelijkwaardig. En als de een iets misschien beter kon dan de ander... werd dat niet extra opgehemeld. Maar zij vergeleek dat wel. En dat is natuurlijk, als je dat altijd Maar dat doet. Is op zich, dat doen alle kinderen, denk ik. Maar zij was daar wel heel kwetsbaar in. Ja. Ja. Weet je, dat soort dingetjes waren wat extremer. Ja. Ja, en weten jullie bijvoorbeeld nog de eerste keren dat je dacht... Hey, er verandert iets in haar doen en laten qua het eetgedrag? Ja, dat was eigenlijk... Ja, jij zag het eerder dan ik. Nou ja, in Rome, toen we daar waren... toen was het opvallend dat ze geen ijsje wilde. Toen was ze 12. Mm-hmm. Maar daarna begon het... dat ze eerst geen koekje meer bij de thee. Weet je, want dan stond hier een doos biscuit... en dan, hup, die was altijd leeg. En Emma hoefde geen koekje. En toen dacht ik, wat raar. Toen ontdekte ik een keer dat haar broodtrommel anders was... En hoe zag het broodtrommeltje er dan anders uit? Of wat is het verschil daarin? Nou, toen ontdekte ik... Ja, wat, er zaten geen kruimels in of zo van het brood. En toen zei ik... Oh, ze was wel weg. Het brood was wel... was leeg. Ja. En daar reageerde ze niet op. Toen dacht ik, hé, dit klopt niet. Dit is vreemd. Toen heb ik daar met haar over gepraat. Toen zei ze dat ze het wel had... genomen. Ik zei, nou ja, weet je, als het niet zo is, dan wil ik het echt graag weten. En ik vond haar wat rustiger. En toen, meer in zichzelf. Ja. Ja. En toen was ik bij een hockeywedstrijd.
En toen zag ik dat ze net wat trager of net wat te laat. Net een stapje te kort kwam. Ja. Dan de rest van de... Nee, dan ze normaal. Normaal was. En toen had ik, weet je, dat... Maar dat kost veel energie. Ja, maar toen was het 1 en 1 is 2. Omdat ze had gezegd, van ik eet mijn brood allemaal wel leeg. Toen dacht ik, dat klopt gewoon niet. Want het klopt niet. Hè? En eerst al dat pakje drinken. En toen dacht ik nog van, goh, heeft ze nog wel lol in het hockey? Dat ik ook nog. Van dat je, ja, daardoor iets... Ik had wel zoiets, dit is niet goed. Dit is gewoon niet goed. Dat klopt niet. Dus ik ga nu. Nu moeten we actie. En toen Ik was nog steeds een beetje ongelovig, Thomas. Hoor. Ik dacht van, joh, dat valt allemaal wel mee. Nou ja, weet je, ik hoopte natuurlijk ook dat het meeviel. Laat ik zeggen, ik maakte me er op dat moment niet druk over. Ik zag wel dat ze... Hè, dat ze misschien ook... He, ze ging ook meer zo staan, he, dat ze het kouder had en zo. Precies, had het ook koud. Maar ja, goed, meisje in de puberteit. Ja, weet je, het gaat niet altijd alleen maar heel vlak of alleen maar omhoog. Ik bedoel, je hebt ook wel eens periodes dat het wat moeilijker is of zo. Ja, nou en ja, bijvoorbeeld ook iets heel stoms. Zij was nog niet ongesteld, maar haar borstjes waren wel echt aan het groeien. En dat zag je ook niet. Weet je, het was ook in een heel kort tijdsbestek. Hè? Het is in 5, 6 weken. Want ze was al niet... En was een tenger meisje op zich. Of wel gespierd. Ja, ja. Maar het was niet... er zat niks te veel eigenlijk aan. Maar je zag wel ook in haar toetje dat iets sneller, smaller werd. Ja. Maar ja, dat klopte gewoon niet. En toen had ik zoiets, ja, nu moeten we naar de huisarts. Dit is niet goed. Nou, maar toen begon ik het ook wel een beetje, dat ik dacht van nou, misschien heb je toch wel gelijk, Marie-Lise. Nou ja, weet je, daar gaat het niet om, maar toen... Nou, nee, maar ik bedoel, je vindt het ook niet fijn om te denken van, goh, er is echt iets mis. Ja, ik bedoel... maar toen ging het ook heel snel, want toen wilden ze die week, wilden ze ook geen toetje... Maar toen had ik zoiets van, nou, dit is maar toen zijn we naar bij de huisarts. Daar was ik niet bij, trouwens. Ja, en die maakte zich wel zorgen. Maar die zei van, nou, dan gaan we wel inschrijven. En Emma ontkende natuurlijk. We gaan wel inschrijven, maar dat kan wel 6 weken duren. Mm-hmm. Ja, en toen had ik eigenlijk zo'n gevoel dat... Nou, toen was Marie-Lise, wat ze heel goed kan, op een gegeven moment als crisis is aanpakken... Dus toen zei ze van, joh, dit kan niet. Nou, en toen hoorde en zag ik aan dat van, dit dat moeten we niet negeren. Ja. En toen had je het geluk dat je in het ziekenhuis werkte. Ik werkte in de VU en toen heb ik gewoon gevraagd of ze die week bij die kinderarts kon komen. En in die week eigenlijk ging het ineens nog sneller. Ja, want maar ze... toen zag ik ook aan haar gedrag. Toen kreeg ze ook een andere persoonlijkheid. Ja, ja. Die week. Dan zie je opeens iemand die... Nou ja, heel rigide wordt over eten en drinken. En... Dat uit zich ook echt alleen maar in dat specifieke gedeelte. Ja. Ja, en met bewegen. Ja. Nee, maar dat was nog niet. Dat was toen misschien nog niet, maar later wel. Ja, maar toen nog niet. Misschien toen nog niet. Nee. Maar goed, maar wel ze heel... Ze had alleen avondeten. Ik bedoel, maar het was niet meer zo dat je het normaal had over... Hè, ja, ik heb hier geen zin in of ik lust dit niet. Mm-hmm. Dit was veel principieler. Ja. Ja. Toen heeft ze donderdagavond niet meer gegeten. Vrijdagochtend niet. Maar ze is ook gestopt met drinken. Ja, en ze was gestopt met drinken, allebei. Dus toen kwam ze, dus toen was haar bloedsuiker heel laag. En bij de kinderarts. En die zeiden, joh, meisje, je moet meteen opgenomen worden. Maar ik weet niet, misschien moet je wel naar de IC. Maar wij kunnen je niet opnemen, maar ik verwijs je nu door naar het AMC. Dus we konden gewoon vanuit daar, vanuit het vuur, meteen door naar het AMC. Gewoon, we hoeven niet meer naar huis, gewoon. Ja. En hoe was dat voor haar? Nou, weet je, dat was... Toen we nog in de auto zaten, zag je een soort lachje... dat je dacht, dit is niet goed. En toen zat ik met haar daar op een bed. En toen heeft ze heel erg gehuild. Nou, hebben we samen heel erg gehuild eigenlijk, hoor. Ze zat op mijn schoot. En ik ging toen de spulletjes halen. Ja, en toen zei ze, ja, maar mama, dit wilde ik helemaal niet. Toen was ze echt, weet je, dat zij daar moest blijven... was ze zo in tranen. Was ze echt... Ja... Ja,
dat was... Weet je, dat kan ik nog zo voelen. Dat was zo verdrietig. Ze was zo intens verdrietig. En ja, wij alle drie. Zij had dus ook echt de overtuiging van, joh, dit kan helemaal geen kwaad. Waar hebben jullie het over? En was het eigenlijk, want met haar twee zussen, hoe werkte dat? Hoe werkte dat met hun drieën? Wacht, weet je, dat wat goed. Nou, Paulien was 10. Dus ja, weet je, die nou ja, we legden het uit. En die begreep het eigenlijk niet zo van niet eten. En Lotte, die was 15, die begreep het heel goed. En daar gingen we het ook op zoeken. En die was er ook heel verdrietig over. En dat maar ze zagen Emma toch ook als Emma. Ja, we hebben daar wel over nagedacht. Van hoe willen we daarmee omgaan. Hè? We wilden echt Emma niet als patiëntje behandelen. Dus we wilden Emma als Emma behandelen. Ja, ze had ook een ziekte, maar... Ze was ook gewoon... Ik bedoel, het wil niet zeggen dat je alles kan veroorloven omdat je ziek bent. Ja. Er zijn nog steeds grenzen en je doet nog steeds normaal. Kijk, als je het niet lukt met kleding aan of dat je eten moeilijk is, prima. Maar dat wil niet zeggen dat je, zeg maar, als je ruzie hebt met je zusjes, dat je dan mag gaan schelden of schuttingtaal mag gaan uitslaan of zo. Ik bedoel, gewoon Emma... Ja. We blijven wel ons op zoek maar... neer gedragen. Dus dat hebben we wel altijd gedaan. Ja. En we hebben ook altijd gezegd van... Het leven gaat door voor de andere kinderen. Dus we blijven wel op vakantie gaan. Nou ja, dan gaan we maar niet met z'n allen. Maar het is niet zo dat het hele gezin dingen niet meer doet. Ja. Omdat Emma ziek is. Nou ja, tenminste, hebben we zoveel mogelijk gedaan. Ja, en geprobeerd hun altijd te laten zien dat er nog wel een Emma, dat er ook een gewone Emma was. Maar wat voor hun natuurlijk best moeilijk was. Eten was niet leuk. Hè? Want Emma moest een bepaalde hoeveelheid binnen een bepaalde tijd. Moest gewogen worden. Nou, dan vond Emma het eten niet goed. Dat gaf altijd heel veel stress aan tafel. Hè? Dus ze namen geen vriendinnetjes meer mee om te eten. Lotte ging wat meer... Uit huis, het elders zoeken. Ja. Kijk, en Emma moest ook 6 keer per dag eten. Wij moesten altijd bij haar zijn. Dat was niet altijd leuk. Of was best ook wel... Ze zijn wel Emma altijd als hun zusje blijven zien. En gewoon met een moeilijke puberteit. Maar ze zijn er niet alleen maar als een ziek iemand gaan zien. En ze zijn ook zeg maar wel on speaking terms altijd gebleven. Ja, er is geen verwijdering, hè, want dat hoor je ook wel eens, dat ook kan gebeuren. Ja. Maar wat ze natuurlijk wel hebben gehad is loyaliteitsconflicten. Kijk, want ze zeiden tegen ons van jongens, jullie zijn veel te naïef. Zie je dan niet dat Emma het in de mouw stopt of onder tafel aan Sam geeft? Ja, wij zagen niet alles. Maar ja, zij zagen de dingen die wij niet zagen. Wij waarschijnlijk ook wat dingen die zij niet zagen. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel een loyaliteitsconflict. Ja. Want er is ook een tijd geweest dat Emma bijvoorbeeld het eten uitspuugde. Is ook wel mee gestopt. Maar zij wisten dus dingen die Emma deed, waarvan ze wisten dat wij dat niet wilden. Maar ja, ga je dan je zus verlinken? Ja. Niet dus. Nee. Maar er kwam natuurlijk een moment dat het zo heftig werd... dat ze dan schoorvoetend wel eens bij ons kwamen van... pap, mam, ja, ik weet niet, maar... Maar dat was voor hun wel lastig. Ja, en weet je, bijvoorbeeld uit de eten gaan... Nou, weet je, dat is allemaal gedoe. Gewoon dat het eten niet meer gezellig is. Dat er altijd een spanning is. Het hele sociale is eigenlijk... werd ingewikkeld in dat opzicht. Ja, en vergeet niet, één van ons moest... dan bij haar zitten, want ze moest 6 keer per dag eten. Nou, je moet je voorstellen dat voor haar een muesli-reep of wat dan ook, wat ze dan nam, als tussendoortje, dat ze daar een half uur mee bezig is. Hoe moeilijk dat was voor haar. Maar dat betekent dus ook dat je op zo'n moment niet voor een ander kon zijn. En daar waren ze nooit boos over.
Maar ik denk dat wij ook wel eens misschien wel eens een wat korter lontje hadden. Absoluut. Absoluut. Maar dat zei jij ook. Ik ben ook wel eens, en daar kan ik mezelf wel voor de kop slaan. Ik ben ook wel eens heel boos op hem geweest, hoor. Dan hadden we 2 dagen, dan ging het super. En dan, of aan het eind van dag 2, dan had ik een opmerking gemaakt of wat andersom. En dan was het helemaal mis. En Emma wist ook altijd precies jouw zwakke plekken. En dan ging ik ook wel eens uit mijn dak. Ja, natuurlijk. En ja, maar ik ging dan ook wel eens, dat was mijn zwakke kant. Dan zei ik ook wel eens dingen die ik eigenlijk helemaal niet wilde zeggen. Waar ik dan ook achteraf veel spijt van had. Maar dan, ja. Nou ja, weet je, bij M kan dat eigenlijk niet. Dat weet ik ook. Maar dan was ik ook zo op. Ja. En hoe was het dan voor jullie als ouders, qua tussen jullie, hoe ging dat dan? Oh, we hadden ook wel eens strijd, hoor. Nou, best moeilijk. Dat lijkt best wel een hele zware druk. We hebben ook heel hard moeten werken om het goed te houden. Ik bedoel niet dat we het niet goed hebben gehad, maar ja, zeg maar, romantiek en zo, dat is dan wat verder weg allemaal, zal ik maar zeggen. Nou ja, het is overleven. Ja. Met zo heb ik dat ervaren. Het is echt wel overleven. En ik denk dat wat ons geholpen heeft, is dat we altijd met elkaar in gesprek zijn gebleven. Ik bedoel, natuurlijk zijn we wel eens boos weggelopen. Ik bedoel, ik kan die neiging nog wel eens hebben. Als ik op een gegeven moment ook niet meer weet, dan dan ga ik ergens buiten zitten. Maar je blijft wel rustig. Jij blijft altijd rustig. Nou, er zijn ook grenzen. Maar laat ik het zo zeggen. Maar we hebben nooit het punt bereikt dat we uiteindelijk niet meer in gesprek waren. Wat we ook geprobeerd hebben, wat soms wel heel erg moeilijk was. Kijk, je kunt er ook op hetzelfde moment op een andere manier in staan. Zeg maar, er kan een moment zijn dat ik denk van, goh, volgens mij moeten we nu niet zo hard zijn, maar juist wat meegaander. Terwijl Marlies op dat moment kan denken van, nou weet je, nu moeten we ook gewoon doorpakken. We zijn nu zo ver gekomen, nu ook echt doorpakken. Nou, dan heb je dus niet hetzelfde beleid, om het zo maar te zeggen. En dat weet zij ook heel fijn natuurlijk. En dus dan konden we ook op elkaar reageren. En zat daar ook bij haar dan een soort van, gebruikte ze dat ook? Dat ze dacht, oh kijk, ik weet wel dat Ja, maar dat is natuurlijk ook wat die ziekte doet met je. Hè? Ja. Zij wist haar fijn hoe ze ook tussen ons in kon staan. Ja. En dat was voor haar ook naar. Maar dat was het voordeel van de ziekte, hè? Mm-hmm. Ja, want zo gebruikte ze het. En dan, weet je, dat was ook altijd zo sneu. Want dat vond ze eigenlijk heel erg. En dan kwam ze op een ander moment met heel veel schuldgevoel van, hè? Kijk, en wij konden wel dan uiteindelijk in zo'n gesprek, voerden we wel weer uiteindelijk dezelfde koers. Maar we hadden daar best discussies over. En dat is aan de andere kant ook wel goed. Omdat je het ook niet altijd meer ziet. Of je weet het niet meer. En we namen het ook van elkaar over. Van, ja. Bepaalde momenten ben je gewoon op. Ja. Dat je zegt, ik kan het even niet meer. Wil jij het alsjeblieft oppakken? Maar ik weet wat de moeilijke momenten bijvoorbeeld ook waren. Want we zijn dus vaak gescheiden op vakantie geweest. Dus Marlies is met de andere dochters naar Italië geweest. Toen ben ik hier gebleven. Je bent met ze naar Stockholm geweest, ben ik hier gebleven. Maar goed, ik ben met de meiden naar Griekenland gegaan. Bleef zij hier met Emma. En dan na zo'n tijdje, of als iemand een keer een weekend weg was, dan had je een bepaalde modus gevonden. Oh ja. Die lekker werkte. En dan komt de ander weer. Ja, en die gaat het dan opeens weer anders. Ja, dat zijn altijd van die momenten. Ja. I love you, hate you. Beetje dat. Ja. Ja. Maar en uiteindelijk de grootste vijand is stress en uitputting. Ja. Daar is niemand tegen bestand. Dus op een gegeven moment krijg je gewoon een kort lontje. Gelukkig hadden we allebei onze baan. Voor ons werkte dat zo. Daar kon je dus, ja, was je gewoon met andere dingen bezig? Nou ja, en wat ik ook denk, waarom we dat ook bleven doen, is als je hier thuis bent alleen maar met haar bezig, dan krijg je zo'n tunnelvisie. En dat het
juist om het goed met haar ook te hebben, is dat je soms ook even een beetje afstand neemt. Mm. Om er echt wel voor haar te kunnen zijn. En je blik een beetje te blijven verruimen. En te verversen ook, denk ik. Ja, ja. Maar de uitputting, die zijn we wel... Maar dat was aan het eind. Ja, maar toch. Maar ook al... Ook, ja, klopt, klopt. Je hebt gelijk. Ja. Nou, en weet je... Maar waarom dat zo jammer was... Hè, dat is wat je pas achteraf denkt. Hè, van, ik denk nu ook wel eens van... God, hadden we dit maar zus. Of waarom hebben we eigenlijk toen niet zo? Of, maar je zit ook... Je gaat anders denken als je heel gestrest en heel moe bent. Nou, je kan niet meer helder en rustig over alles nadenken. Ja. En het was natuurlijk ook vaak dat ze best wel slecht was. Of dat je het afwaarts ziet gaan. En je kunt het niet tegenhouden. Weet je, je voelt je heel machteloos. Dankjewel voor het luisteren naar het eerste deel van het gesprek met de ouders van Emma. In het tweede deel zal het onder meer gaan over de zoektocht van een ouder die zich probeert te verhouden tot deze ziekte. Maar ook over hoe je je dochter ziet lijden onder de eenzaamheid. En natuurlijk over de voorstelling. Het team van Solo Stories wil Jo en Marie-Lise ontzettend bedanken voor hun medewerking aan deze podcast. Maar vooral voor hun toestemming en hulp om dit aangrijpende verhaal om te zetten naar een solovoorstelling. Om met de woorden van Marie-Lise af te sluiten. Emma moest eens weten. Tot de volgende keer.